Marketing bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste heb je een verkoper. Ten tweede heb je een dienst of een product dat je wilt verkopen. En ten derde heb je een klant. En dit geheel is marketing. Dus hoe ga jij die klant bewegen om ja te zeggen tegen jouw product of jouw dienst? Nou zijn er 2 vormen van marketing. En de eerste noem ik de roofdierenmethode. En in deze methode is het grappig genoeg helemaal niet zo belangrijk wat nou precies die dienst of product is. Waar het vooral om gaat, is dat jij die klant met slimme manieren gaat bestoken om ja te zeggen tegen jouw product of jouw dienst. Dus daar ben je vooral mee bezig. Met slimme manieren om dat reptiele brein en die nee die in principe wil zeggen, om daar een ja van te krijgen. En de tweede manier van marketing noem ik hartverwarmend. En daar, natuurlijk gaat het nog steeds om marketing. Natuurlijk gaat het nog steeds om verkopen een product of een diensten. Maar de intentie is anders. Je begint bij de klant en je gaat eerst eens aan die klant vragen, wat heb je nou eigenlijk echt nodig? Wat wil je nou bereiken? Waar ben je ontevreden over en wat wil je anders gaan doen? En als je dat weet, dan ga je daarna eens naar jezelf kijken van welke expertise heb jij in huis waarmee je die klant echt verder kan helpen. Want daar gaat het vooral om in dienstverlening. En als je dat weet, dan ga je iets maken wat opvallend goed is. Waar je echt heel erg trots op bent. En wat je gewoon, even andersom doen, waar je gewoon zo ontzettend achter staat en waar je zo trots op bent en waar je zo, dit is gewoon het beste van jou. Dit is gewoon wat jij heel graag in de wereld kan zetten en waar jouw klant echt mee geholpen is. En dan ga je een proces in wat heel erg spannend is, want je gaat met de klant contact maken. En of je dat nou online doet of offline, dat maakt helemaal niet uit. Het blijft overigens ook spannend. Maar je gaat echt met die ander in contact en je gaat hem vragen stellen en je gaat zeggen van goh, wat wil je bereiken en is dit dan echt het beste voor jou? Of kan ik je misschien beter doorsturen naar een andere dienstverlener? Dus je gaat op onderzoek uit of jullie met z'n drieën in balans kunnen komen. En als dat zo is, als dit echt klopt, dan gebeurt er hier iets, dan gaat dit hard kloppen. Mijn naam is Ellen de Dreu, mijn bedrijf heet Workshop Trainer. En dit is wat ik doe. Ik leer zelfstandig dienstverleners om opvallend goede trainingsprogramma's te maken. Waarmee klanten echt geholpen zijn, waarmee ze echt resultaten bereiken en waarmee ze echt verder komen. Ik ken ook andere marketingspecialisten die op deze manier werken. Die dit op een hartverwarmende manier willen doen. En die heb ik allemaal uitgenodigd. Op 9 en 10 oktober in de wereld in Lunteren gaan wij een groot avontuur aan. Wij gaan op onderzoek naar wie jij bent en waarom je dit wilt en wat jouw opvallend goede dienst of product is en hoe je jouw klant kunt verleiden om ja of nee tegen jou te zeggen op een manier die werkt, maar die echt ook goed voelt voor jou en voor je klant en wat uiteindelijk ieders hart verwarmt. Ik zou zeggen, kom, ik kijk ontzettend naar vooruit om je daar te ontmoeten.